De gruwelijkheden die ISIS begaat zijn van een onwaarschijnlijke wreedheid. Elk besluit tot deelnemen aan een militaire missie is een moeilijk besluit. Het betekent namelijk dat we Nederlandse militairen vragen om hun eigen leven in de waagschaal te stellen voor vrede en veiligheid. Het is 2014. De wereld wordt opgeschrikt door ISIS. De terreurgroep wil een kalifaat stichten en pleegt terroristische aanslagen, ook in het Westen. In korte tijd verovert ISIS delen van Syrië en Irak. ISIS schrikbewind met openbare executies brengt een enorme vluchtelingenstroom op gang. Er is dan een brede steun om de strijd tegen ISIS aan te gaan. Bondgenoten verenigen zich en starten een militaire campagne onder de naam Operation Inherent Resolve. Nederland stelt F-16's beschikbaar en stuurt ook militairen naar Irak voor de training van Iraakse en Koerdische strijdkrachten. Deze training is onderdeel van CBMI, Capacity Building Mission in Iraq. Doel van de missie is zorgen dat de Irakese krijgsmacht sterker wordt, zodat ze ISIS kan verslaan en de bevolking kan beschermen. Begin 2015 start de eerste lichting Nederlandse militairen in de Golfstaat. Zij gaan de strijdkrachten omscholen tot professionele militairen. Dan gaat je wapen alle kanten op. Dit doen ze door lessen te geven in schieten, tactisch optreden, militaire RBO en het onschadelijk maken van bermbommen. Na 2 maanden ronden de eerste 8 pelotons de infanterietraining succesvol af. Met de nieuwe kennis gaan ze naar het front om daar tegen ISIS te vechten. Wij hebben als Nederland een grote bijdrage gehad in deze regio door onze missies. 8 jaar lang, 25 missies achter elkaar, hebben we eigenlijk alle aspecten meegekregen. We zijn begonnen met het opleiden van de soldaten, sergeanten en ook bataljonsstaf. En zijn daarna eigenlijk doorgegaan door onze adviseurs op strategisch en operationeel niveau. 25 lichtingen landmachtmilitairen en mariniers wisselen elkaar af. In totaal dragen ruim 3000 Nederlandse militairen hun steentje bij. Door de jaren heen ontwikkelt de missie zich van een trainingsmissie tot meer een adviesgevende missie. In 2018 heeft de anti-ISIS-coalitie al zo'n 110.000 Iraakse en Koerdische militairen getraind. 96% van het grondgebied dat ISIS sinds het begin van de missie onder controle had, is terugveroverd. De laatste fase van de militaire operatie komt in zicht. Het adviseren bij de opbouw van de veiligheidssector van Irak, zodat het land zelf voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Nederlandse militairen gaan Iraakse en Koerdische officieren adviseren in het plannen en aansturen van operaties. In 2021 komt daar een nieuwe taak bij. Force Protection. Dit betekent dat ze worden ingezet om Erbil International Airport te beveiligen. Dat doen ze samen met Amerikaanse en Koerdische militairen. En nu aan het einde, dat doen wij de beveiliging van het kamp, zodat andere coalitiepartners hun werk buiten de poort veilig kunnen doen. En daarnaast doen we ook de adviseurs beveiligen die eigenlijk door heel Koerdistan politiek en strategisch advies geven aan de Koerden in deze regio. Dus ik denk dat wij als Nederland de afgelopen 8 jaar ons steentje zeker hebben bijgedragen aan deze missie. De laatste Nederlandse rotatie sluit zo meteen met een goed gevoel de deur achter zich dicht. Wij hebben denk ik met z'n allen keihard hier gewerkt om de regio veiliger te krijgen. Als je Erbil ziet 8 jaar geleden en nu, zie je dat er gewoon veel meer veiligheid is. En dat er ook economische welvaart is gekomen. En dat is denk ik door de inzet van de coalitie mede mogelijk gemaakt.